Goedemorgen! Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben hier met de one and only Tim Coronel. Ja! De meester himself. Nou, meester. Gewoon Timmy. Ja, toch? Ja. Hey Tim, wij hebben vanaf moment 1 samengezeten. Ja, leuk. Still going strong. Jij vooral, hè? Ja, nee, jij maakt wat mee. Gast. Dat is normaal, man. Jij bent stabiel in Expeditie Robinson. Nou, jij was ook rustig. Ja, wij waren allebei wat. Ja. En ik kan denk ik wel met zekerheid zeggen dat ik tijdens Expeditie het meest aan jou gehad heb. Oh, dankjewel. Dat is echt zo. Nou, ik als anker van jou ook. Als er iemand was die zonder woorden kon duidelijk maken dat je je dan niet zo druk moet maken, dan was jij het wel. Er waren wel momentjes dat de mensen het zwaar hadden. Zeg, jongens, we zijn er toch. We blijven hier toch. Dus we maken het uit. Geniet van die regen. Ja. Geniet van de hel. Ik kan me niet voorstellen dat jij één moment had dat je dacht, ik zit er doorheen. Nee. Dat is toch bizar. Nee. Maar. Maar we gaan kijken naar een hele bijzondere aflevering, speciaal voor jullie. Ja. Om ons commentaar er even bij te leveren. Oh, leuk. Want Paul, wat is dit een aflevering? Ja, is kicken. Ja, vooral voor jou. Het is namelijk de uitzending van de samensmelting. Yep. Voor de mensen die geen Expeditie Robinson kijken, de samensmelting is het moment dat twee kampen samen gaan en dan wordt het één strijd. Dus dan zijn het niet meer kamp Noord tegen kamp Zuid, maar dan is het gewoon individueel. Iedereen tegen elkaar. Dat betekent ook dat je op de helft bent en dat is eigenlijk voor iedereen wel een soort mijlpaal. Hè? Ja. Jij bent echt fucking sterk, vind ik. Ja, jij ook. Ja, nee, maar jij en hou op. En dan weet je dat je target bent voor de ander. Dus mensen willen je eruit. Nou, dat lukte aardig, hè? Dat is wel... We gaan gewoon kijken en we gaan het zien. Dit is de proef waardoor ik nog langer op Duivels Eiland moest zitten. Waar jij nachtmerries over hebt, bedoel je? Ja, de balproef. Ik ken Rijk en hij praat normaal gesproken niet zo. Nee, hij praat heel langzaam, vind ik wel. Ja, hij was gedronken heeft. Ja. Je weet toch, als je echt goed in de olie zit... Ja, die. Maar dat hadden ze daar helemaal niet, hoor. Maar de samensmelting wel. Bij mij wel. Hallo. Oh, shit. Oh, fuck. De verbazing is mega. Iedereen dacht dus dat of jij of ik of Thomas eruit zou. Ja, want wij staan op de penalty stip, ja. Juist. Wat het zo bizar is aan dit programma, dat denk je dan dus dat het gaat gebeuren. En er gebeurt gewoon iets heel anders. Mensen zeggen ook wel eens, hoe heb je mentaal voorbereid? Dat kan gewoon niet. Mariana had gewoon kennelijk iets met jou. Dat is het. Oh, dat is leuk om te horen. Maar verder is ze gewoon back in the game met de guys. Wie als eerste van de balk valt, gaat naar huis. De anderen keren terug naar het Duivels Eiland. Wie het langst blijft staan, neemt morgen deel aan de samensmeltingsproef. Dus nummer 2 blijft op Duivels Eiland. Dat vindt hij echt niet leuk. Mm-mm. Dat wilde hij zeggen. Hij vindt het echt niet leuk dat nummer 2 op Duivels Eiland blijft. Hij denkt, ja, al ben ik nummer 2 of 1, ik wil helemaal niet hier blijven. Ik sterf gewoon. Ja. Als hij op Duivels Eiland blijft, dan gaat hij oud, jongen. De balkproef. Kim Rijk en Aquasi staan op de balk. Degene die er als eerste afflikkert is klaar. Mag naar de McDonald's en mag naar huis. Ja. Tweede blijft op Duivels Eiland. Degene die als langst blijft staan mag naar de samensmelting. Nou, die mag meedoen met de samensmeltingsproef. Oh ja, de proef zelfs. Ja. Maar kijk ook, Aquasi staat echt als een boom. Nee, dat is gewoon... Er staat gewoon een beeld. Ja. Gewoon een beeld. Focus naar je volgende punt waar je naartoe wil. Focus naar het volgende punt waar je naartoe wil. En op dat moment hoor ik... Heel Nederland wil niet dat hij naar huis gaat. Sta je daar, jongen? Oh. En heel Nederland barst in tranen uit. Ja. Ina had even op Twitter gekeken gisteren. Ja. Oh ja, hij ging los, denk ik. Het ging alleen maar over Rijk. Ja. Je hebt eigenlijk niks van de echte expeditie mogen doen. Niet mogen stemmen. Niet mogen... Ja, maak het nog erger. Ja, maar dat zegt hij ook. En je hebt geen toffe proeven mogen doen. Nee. Ik heb met Rijk denk ik 3-4 uitzendingen gekeken. En hij zei echt de hele tijd... Oh jongens, ik vind het zo kut om naar te kijken. En dan Kim en Aquasi. Ja. Zijn nog over. Kim, nee. Oh nee. No. Hij is blij, hè? Ja. A man on a mission. Ik had toch wel liever Kim terug gehad, hoor. Ja, ik ook wel. Als je Kim zo het strand op zag komen. Ja, dat beetje is... Blue Lagoon gevoel. Juist. Ja. Gucci, Gucci. Het is tijd. Yep. We verlaten de kamp Noorden en kamp Zuiden. Het regent. Ik vond dit wel een kick, hoor. Ja, toch? Ja, dit was een mijlpaal. En dan valt me meteen iets op aan kamp Zuid waar ik niet bepaald gelukkig van word. Aquasi staat er niet tussen. Het stelletje klojo's. Klojo's? Nou. Hey, nou, even rustig aan. Ja. Eva Kleven, de allereerste band van die... Gisteren keken wij dit met Eva erbij en ook haar vriend Maarten. Ja. En Maarten zei tegen mij, godverdomme, dat is mijn hoed. Nee. Kim is. Ja. Is het? Oh. Kim? Rijk?
Kijk, hier is gewoon, weet je, hier is de liefde. De liefde is real, er wordt geknuffeld. Ja, ja. Je bent er weer. En met wie? Ik wil ook wel een knuffel. Jij krijgt geen knuffel. We hadden je gemist, man. Een dag. We waren gewoon, hè. Het is het spel, maat. Ja. Ja, doe eens niet zo onaardig. Start! Hoppakee. Bang. In het water, gaan. Ja, dit is aquatie, man. Ja. Oh. In een golfslag zwembad geoefend. Alleen in een normaal zwembad zonder golven. Dan denk je wel van, oh, dit is nieuw. Arma quasi. Echt, jongen. Ja, hij moest. Ja. Heel even, de stand van zaken. Calvin, Hugo, Tim, Thomas liggen allemaal voorop. Kijk dan. Even snelst. Ik was godverdomme gewoon als snelst. Maar nu gaan we het zien, dames en heren. Ik maak waarschijnlijk de domste fout die ik had kunnen maken. Oh. Ik ren weer terug met mijn kokosnoot in mijn hand. Sukkel. Maar dat is niet de bedoeling. Want je moet je tafel claimen door er een kokosnoot op te leggen. Dan heb je dus kokosnoot gezegd, dit is mijn tafel, is afblijf. Dus ik kijk om en ik zie dat Fien bij mijn tafel staat. Ik word gek. Helemaal gek, jongen. Dat is gewoon even, hè, voor de mensen die het niet snappen. Je moest gewoon je kokosnoot op een tafel leggen als je er wat in had gegooid. Want dan wist de rest afblijven. Niet, dat is Calvin's tafel. Makkelijk, toch? Ik heb dat niet gedaan. Dus toen had ik Fien al gewoon een beetje weggeholpen. Ja. Bedankt me later maar. Ja, ja. Alles geven voor de samensmelting. Kom op. Dat is dus dat touw, dat zie je hier ook. Je moet echt zo. Je kan niet gewoon bam. Even lekker meppen. Nee, dat kan niet, want het kuttouw zit er aan. Kom hier, gek! Kom hier, Hugo! Fuck yeah! Welkom! Raak het hier aan! Gefeliciteerd, Hugo! Jaloers! Nog gedaan, Hugo. Ja, dat is gewoon de helft ernaast, joh. Hoppa. Eva erachteraan. Ja, net te laat. Helaas, meisje. Ik vond dit zo kut. Dit was gewoon voor het eerst een hele expeditie dat ik dacht, kut. Het gaat gewoon niet zoals ik had gehoopt. Ja, het ging de hele tijd gewoon goed. Al die 16 dagen, elke proef en dan verloren we een keertje. Maar goed, ja, hè, dan was het echt, echt kantje boord. En nu gewoon voor het eerst. Nou, ik ben gewoon echt een fucking loser. Maar jij baalde hier. Ja. Maar gewoon omdat Aquasi er niet bij zat. Ja, ja, ja. Ik had Aquasi er heel graag bij gehad, namelijk aan tafel meteen. Ja. Nee, jij lul. Ik dacht even spannend houden. Ja, dat is gelukt. En daarmee ben je de eerste finalist. Morgen. Ja, dat is knap. Morgen vertrek jij naar Finalisten Eiland. Ja, dit is paradijs. Er staan nog 4 stoelen, expeditieleden. En jullie zijn met z'n 5. Jullie zien daar 3 borden die staan voor 3 levens. Als alle 3 je levens kapot zijn geschoten door de anderen, je loopt naar het bordje van je target. Je plaatst het bordje op de paal en je schiet met de katapult. Jij was hier als eerste, Eva. Beken maar kleur. Wie gun je de samensmelting niet? Charianne is mijn vriendin. Met Aquasi heb ik heel weinig van doen gehad. Mariana heeft een hele hoop uitgespookt, maar niet bij mij. Dus ja, dan blijft Calvin over. Het was ook zo van, nou, dan blijft hij over. Dan kies ik hem maar. Arme jongetje. Nee, niet dat arme jongetje. Ze zagen jou als hele sterke strijder. Ik kan me nog wel herinneren. Ik was hier heel gefocust, maar ook heel kalm. Want ik had hier al mezelf voorbereid op het feit, oké, ik lig eruit. Ik ben al klaar. Niet dus. Nee, maar meer, ik houd het in mijn achterhoofd. En dan weet ik, als het gebeurt, ik was al gewoon dat ik dacht, oké, Kel, als je eruit ligt, dan heb je het alsnog wel netjes gedaan. En waarschijnlijk de mensen thuis zijn trots op je. Ik was daar wel gewoon over na aan het denken. Ik dacht alleen, stelletje klootzakken. Kom op dan. Wat flikker je nou? Dat is wat ik dacht. Kijk, hoe. Zij heeft haar vinger op die bal. Ja, dat is niet de manier. Nee, nee. Dit is het moment dat me niet in dank is afgenomen. Stel nou dat Aquasi, hè, met zijn machinelichaam gewoon even een paar van die bordjes omver tikt. Dan kan ik hem daar wel bij helpen. Ik kan nu de excuses aanbieden aan Mariana. Mariana, I love you. Het spijt me. Het was niet persoonlijk. Het was mijn eigen tactisch. Het was mijn hart. Eet of gegeten worden. Ja. Juist, dat was het gewoon echt. Bier! Je hoort hem! Tik! Dat is toch ziek? Dat is de tweede, hè? Zij raakte gewoon en hij ging gewoon... Ik hoopte toen alleen maar dat er niet iemand van productie was die zei, ja, dat telt. God. Tegen de paal. Ja, tegen de paal. Moet om ernaar te kijken. Calvin is natuurlijk ook een beetje maatje van me en ik zie dat hij onder. Ja. Beetje maatje. Nou, beetje maatje, gewoon niet, maatje, hoor. Niet helemaal. Maar... Juist! En dit is dus waarom ik Mariana koos. Ik dacht, Aquasi die ramp, die knalt het gewoon allemaal kapot.
Nee. Wel! Ja! Je hebt nu wel vaak genoeg gemist, hè? Ja, ja, nu is het wel even klaar. Ja. Ja. Mariana, I love you. Het spijt me. Ja, you saved also your own ass, hè? Ik denk dat ik in mijn leven nog zelden zo'n surrealistisch moment heb meegemaakt. Zo'n bizar moment dat je gewoon en op die plek bent en rechtstreeks op iemand gemunt hebt. Ja. En ook nog bijna zelf naar de kloten gaat. Nou, ik heb bijna nog nooit zoiets meegemaakt. Eten! Ja. Vreten, zuipen! Heerlijk! En wat hadden we als tip meegekregen? Geen rood vlees, ja. Geen alcohol, niet te veel. Niks van aangetrokken. Nee. Sorry. Happy ook iedereen, hè? Hoe blij kan je zijn? Je denkt nog even na. Glazige blik. Ik kan echt wel janken van geluk. Het is... Oh, dit is zo lekker. Ik ben zo blij. Het is geweldig. Wist jij de eerste keer al dat mensen op jou gingen? Of? Lang van kort, Mariana liep een beetje van links naar rechts te gaan. Ja. Ze hebben het over dingen, je hebt eigenlijk helemaal geen... Ik was even voor mezelf wat goed lullen. Ja, dat was duidelijk hoor. Hey, en rechts van de tafel valt het ineens stil. En wie zitten daar? Fien, Yvette en Aquasi. En die zijn bezig hoor. Ik hoor het gewoon. Dan mag het spelletje even uit en gaan we gewoon met z'n allen genieten van een fantastisch diner. Ja, dat had ik dus ook gewoon wel echt. Je bent gewoon 16 dagen niet optimaal aan het genieten, want je bent alleen maar... Ja, ik was wel aan het genieten, maar dit is echt zo'n moment dat je even helemaal mag genieten. Och. En dan waren er toch mensen die gewoon nog over het spel doorbraken. S'nachts zitten wij nog even met de mannen onder elkaar bij het kampvuur naar de samensmelting. Nog even een extra biertje tappen. Eventjes kletsen. Eigenlijk, ik ben er eigenlijk... Het moeilijke is dat één van ons is zometeen als eerste aan de beurt. Dat is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Dat moeten we dus vermijden. Ja, er moet echt wat gebeuren. Ik maak geen grapje. Welke kans is Hugo? Ik heb gewoon met één iemand beef. Ja. En dat is Fien. Maar we hebben het overleefd. Ja. Mariana, als je kijkt. Kom. Sorry. Mag Mariana even bellen. Ja. Kijk of ze opneemt. Ja! Ja! Goedheid! Hey, het is donker. Ja, ze ligt in de bed, man. Het is 6 uur 's ochtends daar. Zoiets. We hebben net naar de uitzending zitten kijken. En eigenlijk heeft Calvijn gewoon heel veel spijt. Waarvan? Nou, ik heb geen spijt. Hij bedenkt dit. Doei. Die lag in bed. Ja. Bedankt voor het kijken. Ja, groeten. Oké. Okay. Doei, doei. Trouwens, heb je het al gehoord? Ik heb mijn eigen bioscoopfilm binnen 24 uur gefilmd. En ook Tim speelt erin. Tim zit erin. Ja. Jazeker. Ja, ja. Ik kan nog niks vertellen, maar het is leuk en spannend. Op 31 oktober komt hij in de bioscoop. 29 oktober is de première. Ja. Dus koop alvast je kaarten, check de beschrijving en wees erbij. Hij is cool. Doei, doei. Doei, doei.